is zondag. En gisteren heb ik niet gefilmd omdat het nogal moe was naar de bruiloft en zo. En ja, ik had nog steeds niet heel erg veel stem. Maar hij is nu alweer terug, zo goed als. We gaan nu weer longeren met touwtjes weer. Gisteren hebben we hem even aan een halsertje gelongeerd. En vanaf vandaag weer de training oppakken. En ik moet jullie iets heel leuks vertellen. Namelijk, morgen krijg ik als het goed is een foto van mijn nieuwe zadel. En even denken. Donderdag is dat? Ja. Donderdag komt hij dan. Na wat is het, 3 maanden wachten, is daar dan eindelijk mijn zadel. Kan niet wachten. En mama die zit met de pesten. Nee, dat was een vogeltje. Nee, dat was geen vogeltje. Ja, dat was een vogeltje. Nee, dat was geen vogeltje. Ja, dat was een vogeltje. En nog een vogeltje. Ja, nee, dat is een paardendrol. Maar ja, dat vogeltje. In ieder geval, daar komt mijn zadel. En woensdag gaan we even weer naar het ziekenhuis voor controle. En ja, vrijdag idem. Dus ja, hele drukke week. En de voorbereiding voor ouderen zijn allemaal in volle gang. Dus ja, druk. Ik ben moe, maar dat maakt helemaal niks uit. Want we gaan lekker door. Dus ja, nu even wissie doen. Oh, en mama maakt me zeeziek. Maar ja, dat kan ook op deze weg. Ik zal je een heel klein stukje laten zien. Dit is ons uitzicht al elke dag 2-3 keer. Dus ja, soms 4 keer inderdaad, maar ja, ze gebaard, dus ja. Maar in ieder geval, tot zometeen. Stallen zijn allemaal schoongemaakt. Hier zo, zijn de stallen zijn nu allemaal leeg. De paarden staan allemaal in de andere stal. En kijk, het is allemaal weer schoon. Allemaal schoon. En volgend weekend is de andere stallen aan de beurt. Het is allemaal weer netjes. En dan is hier Wissenstal. En kijk, het is, je ziet nog wel wat op de muur, maar hij was ook heel vies. Zijn voerbak is weer schoon. Echt super. En hier staat Wiss dus altijd. Nu kan ik het mooi laten zien, want nu is het rustig en verlaten. En dan is hier. Ik zal er even heen lopen. Allemaal stallen. En dan is hier de spuitplaats met warm water. En hier staat altijd het stro. En hier hebben we dan warm water. De spuitplaats. En hier zo kijk je dan weer naar de stallen. Dit zijn al andere stallen. Dit is de middelste rij. Hier heb je nog één met rubber. En ja, daar zijn de dekenrekken. De dekenrekken. En deze is van Wiss. Hij is nummer 7. En ja, dat kan er allemaal weer terug op morgen. Hier is de wc en zo. Dus dat is onze stal. En als je hier kijkt, daar zijn nog meer stallen. En daar staat Wiss op dit ogenblik. Of tenminste, nu is hij op de wei. Maar normaal staat hij daar. Daar is de tweede stal. Dan heb je hier de buitenbaan. En hier stal 2. En dan zit Wissie. Even kijken. Hier zit Wiss. Kijk, daar is Wissie nu even in zijn tijdelijke. Met zijn nieuwe buurman. Tijdelijke buurman. Ja. En hier kunnen ze allemaal naar elkaar toe kijken. Dat vindt hij eigenlijk best wel leuk. En hier is hij afgeschermd. En dan heb je daar nog een zadelkamer. Dus ja, er staan al een paar paarden binnen. Wij gaan Wiss nog even lunchen. Het is allemaal klaar. Zijn dekens, zijn eten. En de longeerzweep. En dan gaan we nu even aan het werk. Hé, Wissie, we gaan even aan het werken.
Ja, hij zit lekker zijn hooi te eten. Wat van de stro. Terwijl hier hooi vers ligt. En daar een verse hooizak. Dus ja, tot zo. Down the awkwardness, put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you? You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course drop everything. You walk over and ask me. Hallo allemaal, ben weer in het ziekenhuis en ja, het is in principe controle, dus als het goed is mag ik weer. En ja, het uitzicht hier kennen jullie al, het is dezelfde kamer als 4 weken geleden. En ja, net bloed geprikt, deze keer geen leuke pleister. En ja, dat is het even.
vanmorgen even snel wissen, buiten gezet. En hopelijk zijn we vanavond weer thuis. Goedemiddag. We zijn onderweg naar huis en ja, wat zou ik wel maken? Enerzijds zou ik bijna willen zeggen, ja, ik mag naar huis, maar ja, vrijdag mag ik terug en dan wordt het toch opgenomen. Ik mag naar huis, want ik wil per se morgen mijn zadel in op de bank nemen. En ja, ik praat jullie straks denk ik wel even bij. Ik ben nu een beetje erg op. Het is nog steeds woensdag en we zijn onderweg naar Wissy. Ik ga hem of tenminste wagen corrigeren. Samen. Ik kijk toe met hun hard werken. Dus ja, misschien dat ik er wat van film en misschien ook niet. Nee. Ik vond hem nog wel redelijk, maar ja, qua waardes is het niet zo optimaal. Vrijdag word ik opgenomen weer en dan gaan we zien. In ieder geval bloedtransfusie zoals het er nu uitziet en dan misschien weer emboliseren. We gaan het zien. Dus ja, that's life. Goedemorgen, het is donderdag en vandaag komt mijn zadel. Dus ik ga het eerst even lekker de wei op en dan gaan we vanmiddag terug. Hey, die ken ik.